Ja, de winter komt eraan, hè? En alle feestdagen ook. Gezellig thuis, vind ik altijd. Met familie, warm, lekker binnen zitten. Maar wat nou als je geen thuis hebt? Het is best een koude dag. Het kan elk moment gaan regenen. Maar ik kom net lekker uit mijn warme bed. Ik heb ontbeten, gedoucht, allemaal niks mis mee. Ik kan me er dus heel weinig bij voorstellen dat ik geen huis zou hebben. Dat ik dakloos ben. Waar zou ik dan eten? Waar zou ik slapen? Hoe zou ik warm blijven? En hoe eenzaam zou je dan zijn? Hoe is het nou om dakloos te zijn? Hier in Amsterdam? Nou ja, soms keihard overleven. Dat is gewoon, ja, letterlijk. Als ik niet goed op mezelf let, dat ik er ook wel eens bij neer kan vallen. Dus leven op straat is echt zwaar? Ja. Normaal gesproken, als je griep hebt, dan ga je een week in bed liggen. En ja, die keuze heb ik dus niet. Je bent wel altijd onder de mensen, omdat je altijd buiten bent. Maar je bent toch alleen? Ja. Ja, daardoor zoeken we ook elkaar eigenlijk op als daklozen. Om toch een stukje, ja, gezelligheid van elkaar mee te pakken. Hey, vandaag zit ik samen met jou op dit bankje. Maar het komt ook wel eens voor dat ik hier langs loop en jou zie zitten. En dat ik denk, oh ja, dat is een dakloze. En ja, dan ga ik niet zo snel naast je zitten. Ik denk dat weinig mensen dat doen, hè? Ja, dat klopt wel. Wat vind je daarvan? Dat mensen eigenlijk net doen of je er niet bent? Ja, dat vind ik eigenlijk best wel raar. Je valt eigenlijk net of je uitgegund bent voor de maatschappij. Zijn er veel vooroordelen tegen daklozen? Jawel, ja, want ze denken allemaal dat we alcoholisten of drugsgebruikers zijn. En ja, dat is dus het grootste gedeelte dus eigenlijk niet. Maar merk je daar wel eens iets van, die vooroordelen? Jawel, ten eerste instantie, ja, schelden mensen je uit of ze maken grappen met je. Vooral mensen die dronken uit een café komen, dat vind ik nog het meest frappant. Die zien jou dan, s'avonds laat of zo? Ja, en dan denk ik, ah, daar gaan we grappen mee uithalen. En terwijl zij zich gekker gedragen dan ik eigenlijk. En dat vind ik, ja, dat vind ik heel erg onbeschoft. Ja, hoe voel je je dan? Nou, ik voel me zwaar beledigd. Maar hoe komt het eigenlijk dat je dakloos bent? Ik ben 3 jaar terug ontzettend ziek geworden. Toen had je dus wel een huis en ik had een zeilschip had ik. Je woonde op een boot? Ja, het duurde te lang voordat ze constateerden wat ik had eigenlijk. Tegen die tijd was ik mijn baan al kwijt. Toen begon ik steeds meer in de problemen. En toen raakte ik ook steeds meer in de war. En toen stond je op straat? Ja. Wat dacht je toen? Nou, ik ben een flink de weg kwijtgeraakt emotioneel. Dus ik heb hulp geroepen eigenlijk. Dat was in eerste instantie van, oh, het gaat mis. Dus help. Maar ik denk dat de meesten denken, nou, dat overkomt mij niet. Ik heb een goede baan of ik ga naar school. Hè, ik heb genoeg geld. Dat dacht ik dus ook. Ja? Ja, maar dan denk ik, nou, die had ik mooi mis. In Nederland zijn 30.000 mensen dakloos. 6.000 daarvan zijn kinderen en jongeren. 3/4 van de daklozen is man. 1/4 is vrouw. Een deel is verslaafd aan alcohol of drugs. Het grootste gedeelte dus niet. Je wordt niet zomaar dakloos. Vaak maak je veel nare dingen mee in je jeugd. Je hebt niemand die voor je zorgt of je hebt met geweld thuis te maken. Je kunt ook dakloos worden omdat je ergens schulden hebt en de huur niet kunt betalen. Of je komt net uit een instelling omdat je ziek bent of uit de gevangenis. Als je dan naar buiten komt, heb je niets meer en beland je op straat. Kun je het ook wel eens vergeten dat je dakloos bent? Door mijn schilderen dus. Dan zit ik even in mijn eigen wereldje, even mijn gedachten gewoon en alle stress. Alle emoties gaan dan in de tekening. En dan kom ik eigenlijk na, als ik klaar ben met schilderen, kom ik er een stuk vrolijker uit. En dan kan ik er weer een aantal dagen tegenaan eigenlijk. En waar doe je dat schilderen? Bij Macom.
Dit is Makom, een plek waar dakloze mensen terecht kunnen. Hier krijgen ze zorg en opvang. Ze kunnen hier eten, douchen, hun kleren wassen, een gesprekje hebben of blijven slapen. En wat doen jullie dan voor die mensen? We luisteren naar mensen en dat is enorm belangrijk voor mensen. Waarom? Omdat vaak daklozen op straat worden met hun nek aangekeken. Mensen praten niet met daklozen. Ze leven in een isolement. Ze leven, dat betekent, ja, niemand eenzaam. Kijkt naar ze om. Ze zijn eenzaam. En niemand kent ze meer. Opvanghuis is nu dicht. Het is al best wel laat en het wordt koud. Waar ga je slapen? Het Amsterdamse bos nu. In het Amsterdamse bos? Ja. Gewoon zo tussen de struiken? Ja, dat is vrij in de natuur. En waarom daar? Omdat eigenlijk tot rust te komen. Van de gekheid van van de stad omheen. Want als je slaapt op straat, kan natuurlijk iedereen aan je spullen zitten. Ja. Of van jou? Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt, ja. Ja, wat dan? Vertel. Dat mensen voor de grap over mijn slaapzak heen piezen als ik slaap. Mensen gingen voor de grap over je slaapzak heen piezen? Ja. Dat is wel heel naar. Ja, dat is een vervelende om wakker mee te worden, ja. Ben je 's nachts wel eens echt bang? Nou, alert noem ik het eigenlijk. Dus je slaapt vaak met één oog open. Je weet maar nooit wie er langskomt of kwade bedoelingen heeft. Ja, en dat is wel echt het verschil met in een slaapkamer thuis slapen of buiten. Natuurlijk, het is niet jouw plek. Nee, dat maakt het ook heel vermoeiend. Moeten we nou eigenlijk medelijden met jou hebben? Ben je zielig? Nee, niet echt, nee. In vier grote steden in Nederland zijn er sinds 2006 regels om daklozen te helpen. Ze krijgen een adres voor hun post, ze kunnen dan een uitkering aanvragen en zich verzekeren om weer naar de dokter te kunnen. Nou, die regels die werken goed, want in deze vier steden zijn er nu minder daklozen. Emiel is nu ook bezig met deze stappen. Emiel, veel succes daarbij en hopelijk volgende keer gewoon bij jou thuis, stel ik voor. En wil jij Emiel een brief schrijven of een tekening of iets anders sturen? Dat kan. Dan gaan wij hem daarmee verrassen. Op onze site staat hoe dat moet.